Breda Nu. Je weet het meteen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tijdens de landelijke boomfeestdag hebben leerlingen van basisschool Sint Maarten uit Breda samen met wethouder Boas Adank een boom geplant in het Zaagdpark. Ook leerden zij over het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving, waar ze zelf een steentje aan bijdroegen. Nou, wat je ziet is dat we kinderen kunnen bijbrengen waarom bomen zo belangrijk zijn voor het leven. En dus het is een stukje bewustwording. En daarom is het ook gewoon belangrijk dat we het elk jaar blijven herhalen met elkaar. Bomen zorgen voor zuurstof, zorgen voor een kwalitatieve mooie leefomgeving waarbij het goed leven is. Dus daarom is het zo belangrijk dat we het elk jaar doen. We kunnen eigenlijk niet meer overal bomen planten, dat zouden we wel willen. Maar er is gewoon te weinig plantwerk in Breda. Dus hebben we gezegd, laten we er een natuurbelevingsprogramma van maken. En dan vanuit verschillende invalshoeken van alles wat met vogels te maken of met bomen te maken heeft. Daar gaat het eigenlijk om, hart, hoofd, handen. Niet alleen maar leren over bomen, maar het ook letterlijk beleven en ervaren. Ja, we mochten diertjes vangen en bomen planten. En we konden kijken hoe hoog een boom was. Ja. Je kunt er heel veel van leren. Het gaat over je toekomst, dat je een gezondere toekomst hebt. Stadsbosbeheer staat natuurlijk ook voor een stukje beleving van de natuur. En vandaar dat wij met de kinderen ook, onder andere een collega van mij heeft ze veel bijgebracht over bomen. Maar ik heb ze wat geleerd over roofvogels en gewoon hun zintuigen openzetten. Omdat wij het gewoon heel belangrijk vinden dat kinderen inderdaad naar buiten gaan en een stukje natuur beleven en zich daarmee kunnen verbinden. Dus het heeft wel elke keer een verbinding met elkaar. Het hele grote thema wat je zou kunnen zeggen wat er boven hangt is biodiversiteit. Alles hangt met elkaar samen. Dus een breder perspectief op natuur. En wat wij terugkrijgen van de school is dat ze er allemaal heel erg blij mee zijn. Omdat het gewoon een biologielesochtend is. En dat ze daar soms nog een half jaar op terug kunnen grijpen. Omdat ze het gezien hebben in plaats van dat ze het gelezen hebben. Of een filmpje op het digibord hebben gezien. Breda Nu. Je weet het meteen.